Welkom bij deze nieuwe video van Markman Video's. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag sta ik voor het Funky House samen met mijn vrienden Ricardo, Rachel en Marije, mijn vriendin. En we gaan vandaag een challenge doen. Ja. Wij drie gaan haar stylen met alle kleding in het Funky House van top tot teen. En zij kiest de tofste outfit uit zonder dat ze weet wie deze outfit heeft gemaakt. En daaruit komt de winnaar en die heeft deze challenge gewonnen. Spannend! Ja, let's go! Succes! Ze gaat nu even in de stad lopen en dan kunnen wij de challenge gaan doen. Dus allemaal 30 minuten rondlopen hier in de winkel en de outfit gaan scoren. En dan komt ze weer terug en dan gaat ze passen. Spannend! De reveal. De 30 minuten gaan nu in. Mijn tactiek is, ik ga met een broek beginnen. Dus we gaan naar beneden, want daar zijn de broeken. Oké, misunderstanding. De broeken liggen toch boven. Ik heb een broek. Netjes. Ik heb een broek. Ik weet niet of Marije dit iets vindt, maar ik vind het zelf vind ik echt super leuk. Wow! Hebben jullie deze nog in de maat 38? 38? Ik ga mee voor je pakken dan. Ja, kijk. Dus. Ik heb nu een bril en schoenen. Omdat ik normaal gesproken alles baseer op mijn broek of op shirt die ik dan aan wil hebben. En waar Mark dat altijd wel doet op zijn schoenen, zeg maar, baseert hij meestal zijn kleding. Of op zijn broek. Ligt eraan. Maar ja, dus daarom dacht ik, begin eens gewoon onderaan en dan bovenaan. Ik weet nog niet of ik iets op haar hoofd zet, want ik denk dat die andere twee dat wel hebben gedaan, iets op haar hoofd. Oh. Ik ben nu aan het kijken voor een jas. En daarna ga ik voor de schoenen. En daarna dan. Je mag hem hebben, ik gun het je. Ik ga even schoenen uitzoeken. Of moet ik nog iets anders? Ik heb een tas. En een pak, super nice. Een pak? Een paktas. Ja, ik heb een pak gekocht. Is net weer wat anders? Ja, gekocht. Ik heb niks gekocht. Gepakt. Een pak gepakt. Heb je hem gepakt? Ik wil deze Patta fixen. Van Age. Heel tof. Niet zo heel bekend. Maar mega tof. En ik denk dat het heel goed hierbij past. Beetje dezelfde kleuren. Color matching. Ik heb geen jas gevonden, dus ik hou het zonder jas. En ik ga nu kijken voor. Ik ga nu kijken voor schoenen. Ja, dit wordt hem. Ready. Nu als passen. Super spannend voor ons. Oh, dus oké, okay, mijn mening over deze outfit. Ik voel me erg Frans. Niet dat dat negatief is, want ik vind het erg leuk. Ik heb echt helemaal niks met deze schoenen. Daarentegen zit ze wel lekker. Alleen, het is echt niks voor mij. Shirt is leuk, baret is leuk. Eigenlijk, ja. Ik zou het wel gewoon rocken, denk ik. Zonder de schoenen dan. Oké, nou, ik ben Auke. Ik ben winkelmedewerker van een Funky House. Ik werk hier nu bijna anderhalf jaar, zoiets. En jullie hebben mij gevraagd om even een mening te geven over de outfit. Wat ik leuk vind, heel erg leuk vind aan deze outfit is de combinatie tussen het street van de schoenen van Fila, shirtje van Card en toch het hele vrouwelijke tussen de broek en de pet. Weet je, het Franse stijltje wat terugkomt vind ik heel tof. Vooral de combinatie tussen echt het casual vrouwelijke, maar ook het street vrouwelijke vind ik heel goed. Vind ik heel nice.
Oké, ik vind dit echt heel doof. Ik krijg niet echt van jou. Ik vind dit. Het zit erg strak, dus daarom is die open. Ik vind dit echt heel erg leuk. Ik weet niet of ik die broek zelf zou kopen, dat die vrij wijd zit. En dat, ik weet niet, is niet helemaal mijn ding. Maar met deze outfit vind ik het wel echt super top. En die schoenen maken het echt af. Deze keer is het echt iets meer gewoon alleen maar street. Net de eerste outfit was een beetje combinatie met echt casual dameskleding. Dan vind ik dit persoonlijk toffer. De hele pak van Carhartt is gewoon nice. Ik ben sowieso erg fan van de Age sneakers. Dus de combo tussen de sneakers en het OB truitje is ook nice qua kleur. Het is gewoon easy in kleur, maar wel duidelijk goede outfit. Ja. Netjes. Ik vind het heel erg leuk. De trui eronder zou ik denk ik zelf niet doen. Dan maakt het wat vrouwelijker denk ik als het open is. En het is ook erg warm eronder, maar dat er zijn. Ja, ik vind het echt leuk. Ja, ook weer echt een goede combi tussen vrouwelijk en stoer. Ja. Een lekker brilletje. Lekker brilletje. Deze outfit echt netjes. Minimum is altijd mooi. Ik zelf ben erg fan van minimum. Het is mooi Scandinavisch clean. Zie je ook gewoon goed terug in een pak. De combinatie is gewoon nice. Met een net tasje erbij. Past ook mooi in het Scandinavische beeld. Nike Techno's eronder ook altijd goed. Een mooie zwarte tint terug laten komen. De polo eronder. Ook erg netjes. Ik denk dat de eerste outfit van Rachel is. De tweede van jou, Mark. En de derde van Ricardo. Ze heeft alle outfits gepast en commentaar op alle outfits gegeven. Of kritiek of positieve kritiek. En nu kan zij gaan kiezen wie de winnaar is. En daarna hoort zij of ze het goed heeft geraden van wie welke outfit was. Dus, tromgeroffel. Oké. Okay. Ik vond alle outfits echt leuk. Ik zou ze zo mee naar huis nemen. Maar de outfit die ik toch denk ik het meeste zal dragen dan, is nummer 2. Het Carhartt pak en Pink Beats. Echt heel erg leuk vind. Oké, okay. De winnaar outfit nummer 2. Ik zal maar met de deur in huis vallen. Dat ben ik. Ja, dat is helemaal goed geraden. En Gefeliciteerd. Ja, maar joh. Dankjewel. Ja, hè, zeg maar. Je gaat hem gewoon ik ga hem even ontvangen. Yes, sir. Ja. Nou, outfit nummer 2, de winnaar. It's me. Dankjewel voor het kleden, alsjeblieft. Dit was de video van vandaag. En laat nou nog even weten welke van de 3 outfits jij het tofst vond in de comments hieronder. Ik wil Funky House heel erg bedanken voor hun medewerking. En de toffe winkel, thanks, de toffe Funky zaak. En ik zie jullie graag weer bij een nieuwe video van Mark My Videos. Peace out.